Kale en Kokkie wordt mede mogelijk gemaakt door Spiegelgrachtjuweliers. Die mevrouw die vraagt iets. Ja, die wil zwemmen, denk ik. I just want to stand here for Victoria. Ah, you can do. Hallo. Hallo. En dan een tachtig jaar Fico op links. Ik denk dat je dan aardig achterhoede staat. En waar moet Blind dan? Want Blind deed gisteren ook goed op linksback. Nou ja, niet? Dat zit ik je 5 minuten geleden te vertellen. Die zet je naast Gravenberg op het middenveld voor. Hé man, jullie zijn of een dag te laat. Uitvullen naar rechts. Of een paar maanden te vroeg. Nee. Ja, wij zijn hartstikke op tijd. Wij zijn voor inspecteren. Ik vond het wel mooi wat we gisteren op onze site inzetten. We hebben natuurlijk naar aanleiding van gisteren, gaat alles gaat in het honderd. Hè? Ook het inentingsverhaal gaat op de schop. Want alle Ajaxiden die worden geacht om zich nu te laten inenten, omdat we straks in maart hier op diezelfde Museumplein die kampioenshuldiging gaan doen. Wat me opviel, en misschien hebben ze gekeken of verleden weten, dat weet ik niet, maar er zat weer een beetje vreugde, er was weer plezier, er was lol in dat elftal. Ja, Kale, want dat fragment wilde ik heel even terughalen. Vorige week zei jij... Ik vraag me af hoe de rest van de selectie in zijn vel zit. En daar krijgen wij natuurlijk geen vinger achter en dat zien we ook niet van dichtbij. Maar het straalt geen... Het straalt geen plezier uit, laat ik het er maar heel zachtjes uitdrukken. En achteraf zeiden ze gisteren, wij voelen zo'n spirit met elkaar. Ja, nou, dat is, moet je luisteren, wij zien het van een afstand gebeuren natuurlijk, laat daar geen misverstand over bestaan. Ik vond dat wel een paar weken een beetje weer weg was, dat er niet echt gelachen werd. Nee, dat idee had ik precies hetzelfde. En ik begrijp ook uit mensen die er nog wat dichter op zitten, dat de chemie tussen trainer en spelers... Mwah. Dus wat dat gaat, zaten we er niet heel ver naast. Die mevrouw die vraagt iets. Ja, die wil zwemmen, denk ik. I just want to stand here for Victoria. Ah, you can do. Hallo. Hallo. Als jij er naast gaat staan, dan hebben ze de Bolt in the Beautiful. Ja. En weet je wat ik gisteren wel mooi vond om te zien? Hetgene wat Van Gaal natuurlijk al... in zijn tijd bij Ajax zei je dat familiegebeuren zo belangrijk is. Ja. Dat zie je aan zo'n gozer als Alvarez. Zijn vrouwtje is er, zijn kind is er. En die gozer die bloeit gewoon op. En wat mij nou heel leuk lijkt, als ze hem een keer op zijn eigen plekje gaan zetten. Centraal rechts achterin. Prima wat hij gisteren met Blind deed daar. Maar vooraf hadden we natuurlijk allemaal zoiets van, hè, op het middenveld kan hij het niet belopen. Dan ga je hem linksback zetten. Terwijl back bij Ajax een positie is die meer moet lopen als een centrale verdediger of een centrale middenvelder. En dan zou ik wel eens willen zien als je die Alvarez en Martinez centraal achterin zet. En Blind en Gravenberg centraal op het middenveld. Dat betekent dat je Schuurs gaat opofferen. Ja, dat zou en die vond ik gisteren weer niet sterk spelen. En Tagliafico linksback en Mazraoui rechtsback. Ik denk dat je dan het wel aardig hebt staan. Dan heb Blind... ook 2 goede verdedigers achter hem, waardoor hij alle vrijheid heeft om zijn pasen en zijn ballen te geven. Maar wat vonden jullie van Alvarez en Martinez? Ja, ik vond het. Het stond er wel, hoor. Ja. Ja, want even voor de goede orde, mensen denken wel eens dat jullie die twee niet zien zitten, maar dat is niet zo. We hebben wekelijks bij jou gezegd dat we heel graag Martinez in de ploeg willen. Ja. En Alvarez, ik denk dat wij niet de enige zijn, maar heel Nederland die zag op een gegeven moment Alvarez alleen maar ballen teruggeven. Ja. Maar wij hebben x aantal weken geleden ook bij jou aangehaald dat Alvarez, toen kwam hij erin in een wedstrijd, heel nuttig was in gewoon verdedigend werk, bal inleveren en klaar. Ja, gaten vullen, hè, noemt de nacht dat. Maar dat is niet een jongen van wie we met z'n allen moeten verwachten dat hij de team voorbij loopt en hem dan even voorzet. Nee. Want dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar voor hetgene wat hij nu gebruikt wordt, is hij top perfect. Maar zet die jongen nou eens een keer met Martinez in dat centrum. En dan een Tagliafico op links. Ik denk dat je dan aardig achterhoede En waar moet Blind dan? Want Blind deed gisteren ook goed op linksback. Nou ja, dat zit ik je 5 minuten geleden te vertellen. Die zet je naast Gravenberg op het middenveld ervoor. Ja. Ja, en ja, daar Davy Klaassen zet je daarvoor. Ja, ja. Ja, mensen moeten wel goed blijven luisteren. Je moet wel blijven luisteren. Nee, mensen die luisteren wel, maar jij niet. Hey. Oké, excuus. Ik zal me proberen te herpakken, man. Okay. Gisteren, weet je, ze hebben zich eigenlijk niet gek laten maken, man. Ze hadden goede energie in die wedstrijd. Ja, moet je in dit geval die Boskabouter, die Ten Hag, moet je ook een keer de credits geven voor het neerzetten van Blind als linksback. Ik denk dat ze het niet verwacht hadden bij AZ.
Nee, maar ik denk bij Ajax ook niemand, als je heel eerlijk bent. Nou ja, goed, je zei het gisteren voor de wedstrijd tegen jou, toen we elkaar aan het appen waren, dat ik hij moet op een of andere iets raars doen. Lopen jullie tijdens de wedstrijd met elkaar te appen? Nou, toevallig gisteren eventjes. Hé, maar Karel, ik zie de comments nu al komen. Als het goed gaat, dan krijgt er nog een pluim. Nee, dat het slecht is goed is goed. Gisteren was een redelijk goede wedstrijd, eerlijk is eerlijk. Als je nog eventjes die midweekse wedstrijd van verleden week even terughaalt. Ik weet niet of jij gekeken hebt. Nee, laten we het daar eens over hebben, nou, tegen Willem II. Wat was dat? Dat is toch een verschil van dag en nacht. Dat ziet een klein kind toch? Ik heb tegen Willem II een Ajax gezien wat niet Ajax waardig is. En gisteren zie ik wel een Ajax wat Ajax waardig is. En daar zit een heel groot verschil in. Inzet, beleving. En dat je dan pal voor tijd gered wordt door een invalbeurt. Ook weer een wissel met Broby erbij. Hartstikke fijn. En lekker dat we die 3 punten meenemen. Maar we hebben toch naar een baggerpot zitten kijken. Laat dan eerlijk zijn. Daarover gesproken, Kokkie. Ik kan nog een fragmentje instarten waarin jij zegt... Alleen ik vind gisteren... Dat je trainer... Je maakt je zwakker. Eigenlijk je de wedstrijd naar de kloten helpt. Want die beste man, nou zijn wij geen fan van hem. Maar die heeft werkelijk nog nooit een wissel gedaan waardoor je sterker wordt. Maar tegen Willem II, met Tadić en Broby erin, is dat dan niet een goed voorbeeld? Of? Ja, maar ja, jij zou kunnen zeggen, had hij niet met Tadić moeten beginnen. Oké. Okay. Ja. Weet je, ik vind, dat begin die wedstrijden gewoon met je sterkste elf. Zorg dat je op 2-3-0 voorkomt en dan mag je 5 wissels doen. Dus dan kan je zeggen, na een uurtje Tadić ga even zitten of die gaat even zitten. Dan heb je nu de luxe, hè? Want dan heb je nu het elftal van gisteren, zit nog niet, hoe heet iedereen? Kudus. Tagliafico niet, er zit Kudus niet in. Dus er komt nog even wat heel scherps aan. Hè? Ja. En Masraoui staat er niet in. En we straks Indrisi op de bank. Ja. Ja. Hé, hey, luister, wat zijn er nou leuke? Zijn hebben we het ook nog heel even over gehad. Wat zijn er nou leuke? Is de jongen 24 april gewoon. Hij verleden jaar speelde hij in de arena, scoorde die tegen ons. Ja. 24 april zou hij dat nog een keer mogen doen. Ja, want dan komt AZ naar de arena. Ja, weet je waar ik wel om moet lachen? Bij AZ lopen ze altijd te blerren. Spelers mogen niet naar Ajax en dingen. Nou, dan komt hij na een half jaar naar Ajax. Weet je. Hey, hoe hebben jullie eigenlijk naar die midweekse speelronde zitten kijken? Want de een na de ander die sneuvelde. Nou, dat was het leuke. Vitesse ging onderuit. Ja, dat was het leuke. PSV, alles ging onderuit. Nou, fantastisch, dus je weet wat je moet doen. En dan ben je als laatste aan de beurt. Dat was ook nog zo'n dingetje. Ben je als laatste aan de beurt. Donderdagavond. Denk je, nou, ga er eens even goed voor zitten. Tegen Willem II, de nummer voorlaatst. Hoppa, doe maar. Nee, want dan denk je toch bij je eigen... Godverdomme, die spelers hebben dit ook gezien. Die klappen erop. Dat Willem II die staat na een half uur met 3-0 achter, of niet? En nou gaat hij vragen, wat kan er beter? Nee, wacht even. Jullie nemen dus de show een beetje over inmiddels, maar... De show? Ik eigenlijk eerst hij wil de regie. Ik krijg het koud. Allereerst gewoon, wat was een klasse? Wat was echt klasse de afgelopen dagen? De goal van Klaassen gisteren. Ja? Ach, wat geweldig. Die bal van Tadić. Hij ziet het uit zijn ooghoeken. Hij legt hem echt panklaar voor hem neer. En dat de beheersing bij Klaassen niet als een idioot rossen, maar gewoon geplaatst binnenschuiven. We hebben Tadić op 10 geprobeerd. We hebben Labiat op 10 geprobeerd. We hebben Ekkelenkamp op 10 geprobeerd. En als je nu Davy ziet en dat gif zit er een beetje in. Ja, ik ben wel blij met dat hij weer even op die plek staat. Als je dan Klaassen vergelijkt gisteren en Klaassen vergelijkt in die wedstrijd tegen Willem II, waar hij ook bagger voetbalt. Ja. Ik denk van jongen, wat gebeurt er dan in een paar dagen? Ja. Wat was een klote? Nou, op gisteren, weet je, we hebben het over kloten gehad. We hebben het over die wedstrijd tegen Willem II. Gisteren heb je niks te zeiken. Ik zou het niet weten. Kokkie, dan komt het nu, wat kan er beter? Weet je dat nog? Nee. Nee, ik moest hem inhouden voor jou. Dat is leeftijd. Nou, denk er even over na. Ik heb nog wat anders. We kregen via AT5, via de Instagram, kregen we een bericht binnen. Iemand die wees erop dat Kokkie begin van deze maand zei... Verwacht je dat Ajax nog steeds bovenaan staat eind januari? Ik verwacht dat we dan 5-6 punten losstaan. Dat verwacht ik. Ja, maar de man heeft wel vaker voorspellende gaves gehad, hè? Dus ja. Misschien dat mensen daar toch wat vaker moeten luisteren ook. Naar uitslagen die hij voorspelt, zit hij de 9 van de 10 keer ook wel aardig bij. Dan kunnen ze nog wat geld verdienen. Ja. Kan een goaltje schelen, maar. Sommige dingen is ook een beetje logisch nadenken. Al moet ik je eerlijk zeggen dat ik niet verwacht had dat Feyenoord van PSV ging winnen. Ja, wat er beter kan, vind ik, is hoe ze Haller bedienen. Want je hebt een hele goede spits gehaald. Alleen als je die gozer geen ballen geeft, gaat die gozer lopen zwerven. En je ziet gisteren ook weer de assist voor die eerste goal. Die vent is goed en die kan goed koppen, maar gebruik hem dan. Want Anthony maakt een goede goal.
Maar voor de rest is alles van buiten naar zelf naar binnen wandelen en schieten. Want hij heeft ook 4, 5 keer of een kutschotje of een balletje naast. Ga nou ook een keer buitenom en geef die voorzet. Want dan zal je zien dat die gozer voor die speler komt en die goal maakt. Maar we hebben het erover gehad. Ik vind Haller ook meer een jongen voor een tweespitsen systeem. Blijf het zeggen. Maar goed. Ja, maar ik vind het een hele goede spits. Alleen ik vind dat ze hem op dit moment niet goed gebruiken. Hé, hey man, is niet het beentje de goden verzoeken om nu al hier op dit plein af te spreken? Prachtig plein, hè, trouwens. Nee. Wat een mooi plein is het toch? Het schijnt dat je gisteren ook kon koffie drinken, maar toen zat ik voetbal te kijken. Dus, ja. Mooiste plein in de mooiste stad. Wat wil je nog meer? Ja. Nou, we beginnen aanstaande zondag nog met een aardig potje, hoor, tegen Utrecht. 11:45? 11:45. Ja. Dan weet je ook van tevoren wat er gaat gebeuren. Nou dus... ja, en je krijgt 2 keer PSV. En ik denk dat PSV vooral de wedstrijd op de beker zich daar helemaal op richt. Want ik denk dat ze daar in Eindhoven wel beseffen dat als ze een prijs willen halen, dat het toch... Maar ik denk dat Schmid gaat wisselen, wat denk je? Wat een kerel is dat, zeg. Ja, maar je hebt ook zomaar kans dat Ten Hag dan met de tweede komt, hè? Ja. Heeft hij tegen AZ toch ook gedaan? Ja, dus dat betreft heeft hij het wel redelijk, maar ik hoop dat niet. Begin gewoon bij me. Want als je dat PSV ook pakt in de competitie... Is het wel een beetje klaar, hoor.